Dan Vaste Radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Come on! Dan Vaste Radio. Een hele goede middag aan alle standvaste luisteraars. Mijn naam is Sien. Ja, ik hoop dat u doorhebt dat het een herhaling van een programma was. En ja, het niet een live uitzending betreft natuurlijk. Die mensen die gereageerd hebben, sorry mensen. Goedemiddag, als Dino vrijkomt. Zo iemand kan toch niet in de regering gaan zitten. Ik hoop dat het volk het niet accepteert. Ik heb slecht nieuws voor u, mevrouw. Laten we bidden dat Amerika hem daar houdt. Ja. Ik zeg nogmaals, in antwoord op die vorige uitzending moet u luisteren, als de Nationale Assemblée mensen niet geblunderd had met deze wetgeving, die het ratificeren van het verdrag, ja, dan zou dat een bepaalde vertrouwenwekkend gevoel geven aan Amerikanen. En ja, ze zouden er misschien anders over kunnen oordelen. Maar ja, het is niet anders. Het is gebeurd zoals het gebeurd is. Soms denk ik dat het assemblee, het moment dat ik daar naar kijk, vooral mensen als Simons, dat je daar vreselijk voorzichtig mee moet zijn. Hè? Dat men niet wil dat deze jongen terugkeert, omdat ja, hij dan een probleem vormt. Want ja, mensen, laten we eerlijk zijn, er is een hele vreselijke strijd losgebarsten in Suriname met betrekking tot het komende presidentschap. Want het is al overduidelijk dat Bouterse, Isabide Meitakleis, trekkerleis, duwer, maar ja, hij wordt gewoon als aas gebruikt voor de bevolking, zodat de bevolking op hem stemt. Want je weet toch, de Surinaamse bevolking kiest geen president. De Surinaamse bevolking kiest het parlement. En dan ben je klaar uitgesproken, je hebt niks meer te zeggen. Het parlement op zijn beurt gaat dan een presidentskandidaat kiezen en de ministers aanwijzen, een vicepresident en dat soort dingen. Dus je hebt daar geen zeggenschap in. Maar Isabi, er was een man in Suriname die zegt, time will tell. Die time heeft ons een hoop dingen verteld, mensen. Maar goed, het is dinsdag 3 maart 2020. Ja, 5 uur, mensen. Nogmaals mijn excuses voor het laten aanvangen. Ik heb al gezegd, ik ben ook maar een kleine arbeidertje. Dingen lopen uit, mensen, en je verwacht het niet. En ja, het is vreselijk vervelend. En Isabi toch, ik wil niet zeggen dat die leefomstandigheden hier zo moeilijk worden, maar het moment dat je verplichtingen op je neemt, vooral met betrekking tot werkzaamheden, en dat is het moeilijk. Isabi, je kan, als je niet flexibel bent en ja, je hebt een 9-tot-5 mentaliteit. Het is 5 uur tot morgen, 9 uur weer, dan zie je me. Ben je zoetjes aan een probleem aan het opbouwen. En ja, dat wordt niet als prettig ervaren. Is op de man die stang de collegialiteit, de nonsens, dat hij toch is. Maar goed, het is wat het is, mensen. Daarom komen deze landen ook vooruit. En ja, ze hebben een vreselijk hoge arbeid ethos. En ja, het heeft zo zijn charmes hoor, laat maar eerlijk wezen. En ja, het is wat het is, mensen. Je kan er geen verandering in brengen, Isabi. If you know going thing, dan ga je altijd in problemen raken en dat soort dingen. Maar je weet toch, wij kennen het beter, mensen. We zijn vanuit Suriname voor de onafhankelijkheid naar Nederland gekomen.
We hebben een heel ander Suriname gekend dan dat Suriname die we nu zien. En we zijn doorgegaan met datzelfde ritueel van ja, de Mekarasan kolonialisator naar de nonsens. Dat die, ja, ik heb daar nooit een probleem mee gehad, hoor, zeg ik u eerlijk. Maar ja, het is niet anders. Het heeft mij geen winter gelegd, hoor, mensen. Isabi, ik heb er flink van kunnen genieten, Isabi. En wanneer ik terugkijk op die periode wat Suriname heeft meegemaakt, die periode hebben wij niet aan de leven ondervonden. Want ja, het is een afgang. Al hoe je het keert of draait na de wandeling. Maar dat gezegd hebbende, ik ga even mijn dingen bij elkaar zoeken. En dan ben ik zo bij u terug. Dus ga nergens. Ik weet dat u naar mijn stem geluisterd hebt. Ik zelf word wel misselijk van mijn eigen stem. Terwijl Arki het programma terugstaan. Stem vast op YouTube. Maar nogmaals mensen, je kan daar naartoe. En je kan dan gaan kijken naar al die programma's en dat soort dingen. Wat we allemaal verzorgd hebben. Maar ik ben zo bij u terug. Dan gaan we met het programma van 3 maart beginnen. Have you ever dreamed of a journey to the rainforest deep in the Amazon? A true adventure, fascinating beauty of a lost nature you've never met before. Jungle excursion with native guides, traveling by dugouts to waterfalls, moving from the bustle of modern urban life, bird watching and the greatest fun to enjoy. All this joy we have in Suriname, come on and join me on the trip of a lifetime. The people of Suriname, with their hospitality, proudly welcome you all, join me. The dark mysteries of the jungle, breathtaking rivers and the natural rapids, be introduced to traditional cultures. Overnight camping so exciting, waking up early by singing birds, bathing in nature, relaxed and refreshing, fishing in rivers are great talents, as you heard. All this joy we have in Suriname, come on and join me on the trip of a lifetime. The people of Suriname, with their hospitality, proudly welcome you all, join me. All this joy we have in Suriname, come on and join me trip of a lifetime. The people of Suriname, with their hospitality, proudly welcome you all, join me. All this joy we have in Suriname, come on and join me on the trip of a lifetime. The people of Suriname, with their hospitality, proudly welcome you all, join me. This joy we have in Suriname, come on and join me on the trip of a lifetime. The people of Suriname, with their hospitality, come on and join me. Ja mensen, die joy die we hadden in Suriname, ik
als ik naar die berichten kijk en het zo'n beetje volg, dan zie ik van ja, die joy die we toen de tijd hadden, weet je dat, orde, rust en regelmaat en ja, die gemoedelijke toestand, hoe we met elkaar leefden daar zo, Isabel, totdat die onafhankelijkheid kwam. En toen begon dat gedonder. En ja, toen is het nooit meer goed gekomen in Suriname. Maar, let bygone be gone. Alleen nu zie je van, ja, mensen die achtergebleven zijn, die moeten het gelag betalen. Deels, moet ik u eerlijk zeggen, ze hebben daar zelf voor gezorgd om deze kant op te gaan. Omdat, ja, wetende, als je naar die geschiedenis van Suriname kijkt, dan weet je dat wij een beetje moeite hebben om dingen in stand te houden. En dingen organiseren en ja, mensen, we hebben dat niet en zo. Er is een hele leerstoel hier, zo organisatiekunde, begrijp u, dat je daarvoor moet gaan leren hoe je dit moet doen en dat moet aanpakken en hoe je dat moet laten. Isabi, dus is aan dat moeilijk, maar we denken te makkelijk over dingen. En ja, dat is ons duur komen te staan. Want ja, kijk maar wat er nu gebeurt. Mensen die zijn, hebben een dagtaak na hun arbeid die ze moeten verrichten om het hoofd boven water te houden en rond te komen. En sedert na de onafhankelijkheid van Suriname is het altijd zo geweest. Het is jammer, maar ja, het is niet anders. Het is zo altijd geweest. Mensen dat hier Surinamers allemaal in hossel, van groot tot klein. En je moet niet denken dat die mensen van, die in het parlement zitten, is op de hossel, die hossel. Want ja, hun hebben het voordeel dat ik kan hossel met een bepaald resultaat. En dat resultaat zie je terug in hun doen en laten. Isabi Trawang. Als je kijkt naar meneer Bouva bijvoorbeeld, die met dat grote stukje grond die hij heeft kunnen bewachtigen aan de Wilhelminastraat en het pand die hij daarop zat. Ja, dan is ook een vorm van hosselen. Isabi Fete. En ja, je bent daar eigenlijk voor niet in eerste instantie aangesteld. Je bent aangesteld om ervoor te zorgen dat je die belangen van de bevolking behartigt. En natuurlijk moet je ook voor jezelf je toekomst gaan bepalen. Maar je moet het niet doen met staatsmiddelen, mensen, want ja, dat is een hele kwalijke zaak. Maar het is triest, zeg ik u eerlijk. Het is vreselijk triest, omdat ja, het is met die verstande triest is dat je, we hebben een kapitale fout gemaakt in Suriname. En Isabi toch mensen, wie gaat de kat de bel aanbinden? Want dat is dat vervelende ervan. Isabi twee doet dat niet, dan zijn de mannen lobby leggen verantwoording af. En ja, dat is een van onze zwaktes. En ja, je kan zeggen wat je wil. Als je niet wil dat je wordt aangesproken op allerlei misstanden die jij gedaan hebt, dan gaat het gewoon doorgaan. En dan ga je fouten blijven maken. Die mensen die geluisterd hebben naar dat herhalingsprogramma, je kon zien toch, kijk, het moment dat er iemand wel opstaat en zegt, want je weet in Suriname, in het parlement van Suriname, zijn we zo achteruit gegaan dat we gezegd hebben en we hebben onszelf wijsgemaakt van moet je luisteren, het parlement vormt geen geheel. Nee, het parlement, de coalitie is per definitie de spreekbuis van de regering. En die keuren alles goed naar de zand, dat Isabi. En dan krijg je dat probleem dat je... Je hebt gezien mevrouw Cotino, mevrouw Simons en die meneer Stuart getrouwd. Hoe ze die fout hebben gemaakt. Vandaar dat Dino Bouterse vandaag de gebeten hond is. Omdat, ja, ik heb het altijd gezegd, mensen. Kwaliteit, hè, Isabi. Deze mensen beschikken niet over een bepaalde kwaliteit om wetten te maken en wetten te begrijpen. Mijn aftijgen, if ik kies mijn Nederlandse brief, ja, zo. Dat een beetje juridisch onderbouwd is. Na de wandeling. Ja, Bifcharingo.
Nou, man, Fugolese gitak, jongens, en de man schreef daar zo. Nou, ik kwam, voorzien toch, de man dat er aan beschreef. Ja, bij Tjaren gaan we apotheek naar de man, dat hij gewoon kan ontcijferen. Maar, je ziet het nadeel ervan, want ja, je moet je luisteren, kijk. Als Suriname het goed zou doen, Dino Boters komt in Suriname. Artikel 4 van het wetboek van strafrecht zegt van ja, Surinamers die zich schuldig hebben gemaakt in het buitenland aan strafbare feiten, die kunnen ook berecht worden in Suriname. Doen we dat? Natuurlijk niet. Weidenbosch, ook zo'n verhaaltje. Ja? Weidenbosch, Dilip Sarjo, ze hebben zich schuldig gemaakt aan strafbare feiten samen met Belastingdam. Er is een hele rechtszaak hier geweest. Alle bewijzen zijn overlegd. Ja, dan krijg je die artikel 4 die zegt van, ja, moet je luisteren, meneer Dilip Sarjo, een Surinamer, meneer Weidenbosch ook een Surinamer, ja, die hebben zich strafbaar gemaakt aan een misdrijf hier in het buitenland. Dan moet je ze toch berechten, doe het niet. En dan wanneer mensen zich langzaam terugtrekken, like of you know, een soort lepro's, dan moet je niet klagen, want dan, ja, naar onderschriftmaking, ja. Mensen, wat gaan we vandaag doen? Wat zouden we doen, Isabi? Kijk, ja. Het is... hoe is het zo ver gekomen? Want kijk, je weet toch, in de hele wereld heb je iets dat we noemen checks and balances. Hè? De parlement van elk land, of je nou... in Europa ben of Amerika of in Zeeland of daarmee bedoel ik Nieuw-Zeeland, ja, Zeeland voor Japping, Zeeland, de Holland bijna, maar Nieuw-Zeeland of Australië, dat soort contraien. Ja, maar elk parlement heeft de taak om te controleren. Ze hebben een controlerende taak, mensen. En als dat controlerende taak in het geding raakt, omdat er mensen zijn die zeggen van ja, nee, goed, dat hoeft niet. Ja, dan zijn we uitgesproken. Maar, luister nou. De Surinaamse bevolking heeft een president gekozen, toch? Koyere Samanda Tetaki. Over zijn taak als president. Wat het inhoudt na de Wandati. Ja? Ik stel voor om te gaan luisteren, mensen. De architunes en zo gaan we een beetje uitbouwen. Er is... meneer de president van Suriname. Wil ik een heel belangrijk punt aan de orde stellen. Omdat dit nogal wat commotie in de... Niet... Even mensen. Een hele goede middag. U bent erin. Met Romeo Hoost. Ah, meneer Hoost. Hoe gaat het met u? Goed, goed, goed. En met u? Goed, 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 goed. Ik wil u corrigeren, want na dit fragment, dan bel ik terug. Nee, ga maar door. Corrigeer me, want dan ga ik dat fragment niet verder draaien. Oké. Okay. En we moeten elkaar corrigeren, hoor. Dus ja. Ik sta daar open voor, hè. Want u moet me scherp houden en dan kunnen we standvast omhoog tillen om betere programma's te maken. Dus ik zou zeggen, ik ga niet zeggen shoot, maar gaat u gaan. Ik shoot, want het wordt shoot. de correctie van u, ja, het Surinaamse volk heeft geen president gekozen. Ja. We hebben geen directe verkiezing van president in Suriname volgens de grondwet. Ja. Het Surinaamse volk heeft een parlement gekozen en het parlement, de DNA, heeft een president gekozen. Natuurlijk kan je zeggen aan de hand van de uitslagen, iedereen wist... dat deze massamoordenaar Beul, deze lange Boutse kandidaat was voor NDP om president te worden. Dat kan je zeggen, maar formeel heeft het DNA ongrondwettig deze man tot president gekozen. Omdat ik dacht artikel de 93 of 131 van de Surinaamse grondwet, die zegt de voorwaarden om president te kunnen worden, mag je geen... een handeling hebben gepleegd tegen de staat Suriname. Tegen de grondwet. Ja. En dan laat ik de moorden, de bloederige moorden van 8 december 1982 achter. Maar de staatsgreep van 1980. En dan kan de bloederige staatsgreep. Dan kan men zeggen, ja, maar toen is er een nieuwe grondwet gekomen. 87 is een nieuwe grondwet ingegaan. Nou wil ik met je meegaan en zeggen, oké, dan laat ik die staatsgreep van 1980 achter. Maar dan blijven we met de telefoonkoep in de nacht van de kerstnacht. Van 1990, weliswaar in opdracht van de massamoordenaar Beul, deze lange Boutse, uitgevoerd door graanoogst, door een eenvoudige telefoontje naar het kabinet van jullie moeten weggaan.
Dus laat duidelijk zijn, deze man is ongrondwet tot president gekozen door het DNA en niet door het volk. En dan kom ik nog een vraag, meneer Singh. Ik weet niet of het u is opgevallen, ja. Maar gisteren was er een ceremonie in verband met het uitbaggeren, het begin van het uitbaggeren van de haven. Ja. Verkeert men in Suriname bij de NDP in dusdanig slecht weer dat zelfs de parlementsvoorzitter, het is voor het eerst dat ik dit meemaak, dat de parlementsvoorzitter ook het woord moest richten tot de aanwezigen. Ik dacht bij zo'n gelegenheid, wat eigenlijk niet des parlements is, mensen uit de regering, de ambassadeur van een bepaalde land en de directeuren van de desbetreffende afdeling die erover gaan praten. Maar gisteren is men zo ver gegaan dat ook tante Jenny, het schoothondje van de massamoordenaar Beul, deze Lano Bouwse, het woord heeft gericht tot aanwezigen. Verkeert men echt in zulke slecht weer dat men denkt, laat iedereen van ons maar praten, zodat het volk hun hoort. Want men heeft nu die helikopters die uit Rusland zijn gekomen. Dus ik weet niet of het één is of het intussen meer is. Vele mensen zeiden ja om de verkiezingen te frauderen. Nou, dat weet u, ik maak me daarover niet druk, want dat, als men de boel goed in de gaten houdt, kan men de verkiezingen niet dankzij die helikopters frauderen. Maar, om dat te weerspreken, heeft men vanuit het kabinet van de Beul, massamoordenaar Beul, Bouwse bekendgemaakt dat die helikopters zijn om het binnenland te ontwikkelen. Ga je tot 3 maanden voor de verkiezingen wachten? Waar tijdens 9 jaar heb je niets gedaan, in je eerste periode niet, in je tweede periode niet, heb je niets gedaan om het binnenland te ontwikkelen. No, you see that binnenlandsma, Egona, VAP, binnenlandsma, de APOP, dat je Longotech helikopter om het binnenland te ontwikkelen, is dat niet een beetje te laat? En het uitbaggeren van die haven, is dat ook niet een beetje te laat? Om het nu 3 maanden voor verkiezingen, nou, ik weet niet of u het heeft gezien, maar vorige week in de nacht van 24 op 25 hebben ze een boek overhandigd. De vicepresident, echte vicepresident Adin, heeft een boek overhandigd aan de massamoordenaar Beul als president Desiree Delano Bouterse. Een dik boek, ik weet niet of u het op tv in Suriname zag, een dik boek van waarin de 561 projecten worden genoemd die dit kabinet, deze regering, in de laatste kabinetsperiode van de massamoordenaar Beul DDB heeft verricht. 561 projecten. Ik weet niet of u een van die projecten voor me kunt noemen. Ik ben nog niet aan 10, nog niet aan 5 gekomen. Ik wil dat u alleen 3 voor me noemt. Als u 3 voor me noemt, dan wil ik het boek van die 561 projecten geloven. Meneer Singh, dank u wel dat u me deze naam heeft gegeven. Nee, maar u mag nog niet weggaan. Ja. U bent ermee begonnen, u moet doorgaan. Kijk, nou, u hebt gezegd over dat ding van Simons. Hè? Inderdaad, het is waar. Ja? Ja. Zij heeft het woord gevoerd. Maar u moet de tekenen goed lezen. Want kijk, als mevrouw Simons. Ik heb tegen de... Vandaag ben ik er zelf mee begonnen. En ik doe het al een paar keren. Dat Aha. ik de Surinaamse bevolking op voorbereid. Er is een machtsstrijd binnen de NDP, om, ja. voor de komende presidentschap, want Bouterse gaat zich terugtrekken. Maar de ogen zijn gericht op Simons, omdat Simons hem het hand boven het hoofd gaat houden, zodat hij niemand om wat kan doen, niet in het gevangen, niets en zo, weet u. Daarom zeg ik van, kijk, u moet die tekenen goed lezen. Simons, het zijn de Chinezen die bepalen wat er in Suriname gebeurt. Dat klopt, zonder meer. Ja, want kijk, dat baggeren, Suriname heeft daar totaal geen profijt van. Nee. Er komt niks naar Suriname. Alles gaat nee. naar Trinidad. En dat wordt dan met die kleine schepen van Kuldeep Singh en meneer Dilip Sarjo naar Paramaribo gebracht. Dus we hebben geen behoefte aan het baggeren van de Suriname rivier. En we hebben ook geen export. Nee, precies. Er is niks. De bauxietschepen die komen niet meer. Want bauxiet wordt niet meer ontgonnen en dat soort dingen, weet u. Maar Simons laat aan de Chinezen zien van, moet je luisteren, ik sta aan jullie kant, maar je moet mijn presidentschap ondersteunen. En dan nou, gaan we nog een probleem krijgen, ja. Nou, ik wil dat, ik vind het discussiabel, want echt, de massamoordenaar Beurboos gaat deze periode gaat hij echt niet terugtrekken als president. Hij zal nog een periode zitten waarin hij dan, wat u zegt, dus het schoothondje Jennifer gaat masseren in de komende periode. Misschien wordt zij wel vicepresident zou kunnen, zodat ze voor de volgende periode klaar is om president te worden. Ik denk nog niet deze periode, want hij wil even op safe spelen. Hij weet nog niet wat de krijgsraad definitief gaat beslissen in verband met zijn verzet. En er komt nog het hoger beroep. Dus wanneer het hoger beroep, wanneer het definitief klaar is met het verzet,
draagt de krijgsraad het over aan hoger beroep. En dan kan hij zijn hoger beroep indienen en verder gaan met zijn hoger beroep. En dan heeft hij tijd, want hoger beroep kan in Suriname jammer genoeg 10, 20 jaar duren. Maar ik denk echt nog niet, ik wil de weddingschap met u aangaan, dat deze periode nog niet wordt dat de beulmoordenaar gaat aftreden. Anders is hij zo af. Nee, maar de grondwet gaat gewijzigd worden. Niet voor... Niet deze periode? Niet deze periode, De komende periode. De komende periode gaan ze het proberen. Nee, daarom... proberen? Ik kan nu een bewijs leveren van, kijk, Simons is op het podium gestapt, heeft gezegd, geef me 26 zetels. Simons heeft 26 zetels gehaald. U moet die programma, die dingen van Osseer opvolgen. Muzika is nu geweest en gezegd, geef me 34 zetels. 34 zetels is precies 2/3. En maar, 2/3 heb je nodig om de grondwet te wijzigen. Ja. Abrahams heeft het nog herhaald op dat ding. De rechterlijke macht is een staat in een staat. Ja. En dan zeg ik van, kijk, ze gaan de rechterlijke macht zodanig beteugelen. En u moet niet vergeten waarom ik zeg dat ik zet mijn punt altijd op Simons. Omdat, waarom? Simons gaat Bouters gewoon gratie verlenen. Als president. Dat kan. Maar dan zijn we nog niet uitgestreden. Nee, natuurlijk niet. Nog niet uitgestreden. Want dat is tussen Albina en Nikeri. Ja. Want het moment dat hij dan naar Cuba gaat, en Cuba die is aan het veranderen, want Cuba die zit onder zware sanctie van Amerika. En Venezuela ook. Ja. Maar het moment dat hij daar naartoe zou gaan, naar Cuba, dan kunnen ze vragen om hem uit te leveren, want daar heb je een uitspraak van een Surinaamse rechter. Weet u wat ik niet hoop, maar altijd nog mogelijk is? Je hebt wat men noemt een gekke Trump als president in Amerika. Ja, goed zo. Hij doet niks in Venezuela, hij doet niks in Cuba. Want Cuba, daar gaan ze echt masserenderwijze, hopen ze Cuba aan hun kant te krijgen en zover te halen. Venezuela lukt het nog niet, maar die gekke Trump, die men gek noemt, is in staat om even een vliegtuig te laten landen op zorg en hoop. En de boel daar even kort wieken om Venezuela en Cuba te wijzen van, hey, kijk, maak geen grappen met mij. Ja. Kijk wat ik met Suriname doe. Ja. Ik hoop het niet. Echt, laten we het zelf proberen op te lossen. Maar daartoe is Trump in staat. Als hij ziet dat deze massamoordenaar Beul, deze Rezilane Bouterse, wederom tot president wordt, ongrondwettig president wordt benoemd, dan hebben we een probleem. Dan hebben we een zwaar en een groot probleem. Maar meneer Hoes, ik kom ertussen. Sorry. Ja. Meneer Hoes, geloof u me, de kans daartoe is vreselijk groot. Want kijk, wij zeggen in Suriname, we maken ons druk over de komende verkiezing. Die verkiezing van Suriname is niet belangrijk. Weet u, ik zeg u, is niet belangrijk. Waarom? Omdat ik weet dat de NDP dat ding gaat vervalsen. Maduro heeft van hem vervalst. Ja. Evo Morales heeft het vervalst van hem. Die Noriega, die telt gewoon niet. Want die heeft geen verkiezingen aan het eerlijke verkiezingen. Nicaragua. Ja. Maar Trump moet herkozen worden. Ja, en de daarom. Geschiedenis leert dat elke keer wanneer een republikeinse president aan de macht is, die herkozen moet worden, die trekt altijd ten strijde. En hij gaat nooit een sterke natie aanvallen, net als Iran of Noord-Korea, Kim Jong-un of China. Nee, dat doen ze niet. Nee. Ze pakken die kleine jongens om te laten zien van, kijk hier hoe machtig we zijn. Okay. En daar moet Suriname vreselijk voor beducht zijn. Daar wordt Suriname het slachtoffer van. Ja. Maar okay, we kijken hoe ver het gaat. Ik zou zeggen, succes verder met de uitzending, luister. En als er wat is, dan zal ik weer inkomen. Graag, ja. Dank u wel. Ik ga in discussie met u. Ja, oké, dank u wel. Goed fijne zo. Middag. Ja, hoor. Dag. Ja, mensen. Suriname. We moeten vreselijk oppassen met Suriname, mensen. We moeten vooral buiten de staatsgrenzen gaan kijken. Kijk dat coronavirus. Ik ga even springen, hè. Waarom ik zeg van, kijk, die Chinezen. Dat die Chinezen bepalen. Want kijk, dat baggeren is gewoon om die Chinezen rondhoud die ze daar uit het bos halen, gewoon te vervoeren. Ik heb een paar programma's terug. Dat ding van, laten zien over die schip. Die Chinese schip die aan
vast was gelopen in de Suriname rivier. Weet je hoeveel geld het gekost heeft om dat schip los te trekken? Al die houtblokken moesten overladen worden in een ander schip. En welke schip? Rara, welke? Die van Kuldip Singh. Ja. En toen werd dat schip lichter en ja, heeft men gewacht tot een hogere tij, heeft men het losgetrokken en kon men het weer overladen, die rondblok, om weg te gaan. De enigste persoon die profijt heeft bij het baggeren van de Suriname rivier zijn de Chinezen. En u weet hoe het gaat toch in, met Chinezen. Die mannen hebben het principe van één model, drie uitingen doen ze, ja. Ze komen, ze design noemen ze dat, ja. Dan komen ze naast design dan finance en build. Dus zij bepalen van, ja, moet je luisteren, mijn schepen moeten langs en dat soort dingen. Dus ik ga dat zo ontwerpen. Ja, dan zeggen ze, hier, je hebt geen geld, maak je niet druk. We financieren dat project, ja. Ze brengen hun eigen mensen, noem maar op. En ja, dan gaan ze het zelf bouwen. Hetzelfde met het ziekenhuis, Wanika ziekenhuis, al dat dingen. Designed, finance en build. Jij, je zit, niemand wil jou hebben. Ja, het is jouw land en al dat. Je hebt niks te zeggen. Je kan niet komen zeggen van, ja, maar dan moet je dit veranderen, dat en zo, zo. Nee, je hebt niks te zeggen. Kijk wat er in Suriname gebeurt. De vooruitgang, de economische macht zit in handen van Chinezen. Die komen, die bouwen overal een winkel. In een woonwijk. En dan zeg je van, ja, maar wacht eens even. Ik ben de president en ja, we hebben meneer Chutkan. Ik ben openbare werken. We hadden daarvoor vanaf het begin van meneer Abrahams en al dat soort mensen. Openbare werken toch? Hey, luister nou, we hebben hier regels. Je mag niet zo binnen zoveel grens van je buurman gaan bouwen. Ja, Chinezen, die luisteren gewoon niet naar jou. Wie ben jij? Ja, zij bepalen de regels. Terugkomen op dat ding van Kenia. Wij zijn Afro-Surinamers, toch? Met nadruk op Afro. Oké, dan moet je kijken wat er in Kenia gebeurt. Kenia had het vermoeden dat er een vliegtuig, want ze hebben een rechtstreekse lijn met China. Daarom is Boudersen eerst naar China, naar Kenia gegaan om vandaar een vliegtuig te nemen om rechtstreeks naar China te gaan. Oké, mensen. Er is nu paniek uitgebroken in Kenia. Waarom? De Chinezen gaan massaal gewoon op en neer. En ze maken zich niet druk. En het vermoeden bestond dat er coronavirus heerste aan boord van een aantal passagiers die in het vliegtuig zaten. Dan heeft men dat vliegtuig geweigerd. Je mag niet landen. Nou, de Chinezen zijn gewoon naar het Hoge Rechtshof gegaan. En die heeft toestemming geschreven van, ja, je mag dit toestel niet tegenhouden. Iedereen is naar binnen gekomen. Dus ja, als de Keniaanse bevolking uitgedund wordt, ja. En ik kijk daarnaar met een heel andere bril en een heel andere kijk erop. En ik zeg van, moet je kijken, Jezus, dit ding gebeurt ook in Suriname. Die mannen bepalen het beleid in Suriname, niet de regering of wat. En dan zie je toch, je krijgt dat kleine aanhangseltje van Simons, die gaat zich daarmee inmengen om te zeggen, hey, luister dan, kijk, maak je niet druk. Als je mij helpt in het zadel om president te worden, dan krijg je alle dingen wat je wil doen. Je mag gewoon doen en laten wat je wil. Kijk, mensen, de grootste groep mensen die in Suriname op de NDP gestemd heeft, wat voor, ja, hoe moet je het omschrijven, mensen, wat voor not done deals ze hebben gehad van deze partij. Ze zijn uit het binnenland gehaald. Ze hebben ze in die ghetto's geplaatst. En ja, dat stukje waar ze dan jarenlang hun voorouders en al dat soort dingen gewoond hebben, ja, dat is in handen afgegeven van concessiehouders, de Chinezen. Als een binnenlandbewoner een boom omhakt, ja, dan moet hij toestemming voor vragen. En een Chinees die krijgt duizenden hectare en hij mag gewoon alles omver hakken, op een trailer zetten en dan naar de stad brengen. Dat is die man zijn recht. En jij bent geboren en getogen binnenlandbewoner. En moet je kijken wat er met jou gebeurt.
Dat is Suriname waarin we leven. En je kan het niet zeggen tegen hun, want ja, men wil daar niks van horen. Ja, mensen. Iemand zit me hier te stalken, hoor, op die WhatsApp. Oké, goed. Het is triest wat er in Suriname gebeurt. Maar ja, we hebben het er zelf naar gemaakt. Ik moet meneer Hoes gelijk geven. Kijk, ik heb het bij het begin gezegd van mijn programma van ja, de Surinaamse bevolking kiest de president niet rechtstreeks. Het is de dingen. Maar ik moet hem gelijk geven, inderdaad. De president wordt niet gekozen door de bevolking. Dus if he gave, sanitak mogo stem, pot bouta we meka kons don baka fifiari. Isabi, ja, heb ik slecht nieuws voor jou. Want ja, jij kiest hem niet. Jij kiest de parlementsleden die op hun beurt dan, wanneer ze beëdigd zijn, de eerstvolgende wandaad en ongrondwettelijke taak gaan uitvoeren om te zeggen van ja, net wat meneer Hoes zegt van kijk, iemand die president wil worden, moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Bouterse op zich voldoet niet aan de voorwaarden. Dus hij kan dat nooit worden. Dus wat ga je krijgen? Als jij als parlementslid toch je hand omhoog steekt en zegt van ja, luister, ik kies hem als president, dan heb je het eerste wat je gedaan hebt in het parlement een ongrondwettelijke daad gedaan. Dus dat bedoelt, wat ik bedoel te zeggen is, je hebt iets gezegd, iets gedaan dat niet strookt met de waarheid. Wat, je hebt gezworen om de grondwet te dienen en je hebt dat niet gedaan. Even kijken hoor, een hele goede middag, u bent erin. Ja, goedemiddag meneer Singh, met Roberta. Ja, goedemiddag mevrouw Roberta. Ik had een vraagje met mijn weinig kennis die ik heb. Maar u moet niet denken dat ik veel meer kennis heb dan u hoor. Sowieso meer dan mij en de andere inbellers. Dus ik steek er een heleboel van op. Maar ik had een vraagje. Meneer Hoes had het erover. Aha. Dat de president door de volksvertegenwoordigers wordt gekozen. Ja. En de volksvertegenwoordigers, de DNA-leden, worden door het volk gekozen. Ja, ja, ja. Mijn vraag was, de ministers kunnen afgezet worden door een motie in te dienen. Als ze meegaan of niet meegaan, oké. Maar de DNA-leden. Ja. De volksvertegenwoordigers. Ja. Als zij hun werk niet naar behoren doen. Stel dat ik als kiezer op een van ze heb gestemd, Abdul. Ja. En hij liegt en bedriegt daar. Hij doet niet wat ze beloofd hebben. En ik ben niet eens met hem. Hoe kunnen deze mensen weggestemd, afgezet worden, hun stemmen afgenomen worden? Alleen door het partij of door ons volk? Door ons het volk. Een hele mooie vraag hoor. En het is goed dat u het stelt, zodat de bevolking weet hoe het in elkaar zit. Want ik zit er dagen mee van, hoe kunnen deze... Want ik zit te denken, als zo'n man, zeg maar, 10.000 stemmen heeft gehad. Ja. Als ik met 10.000 stemmen, getekend met naam en adres en alles, indien bij de DNA, bij Jenny Simons. Ja. Ja. Dan moet hij toch afgezet kunnen worden. Maar het staat toch vast met hoeveel stemmen deze man is gekozen, of vrouw. Ik kan u verzekeren dat het geen 10.000 was. Nee, maar wij weten van. Mm-hmm. Wij weten van. Ja, ja, anderen zijn met 100 stemmen binnengekomen, net als Hoogaard. Ja. Hoe kunnen deze... Want als wij ze gekozen hebben, de president niet, maar als wij de DNA-leden gekozen hebben, dan mogen wij ze toch alleen maar afzetten, niet het partij. Ja, 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 maar dat is ook zo. Dat is u hebt 100% gelijk. Kijk, ik ga u een voorstel doen. U legt uw telefoon neer. Ik ga u naar u luisteren, dat wil ik ook wel zeggen. Ik ga luisteren naar uw uitleg. En als het niet duidelijk is, dan trek u me gewoon aan mijn oren weer. Nee, dan bel ik u weer op. Goed zo. Hartelijk bedankt en een fijne voortzetting. Mevrouw Roberta, blijf luisteren, ja? Ja, ik blijf luisteren. Oké, ja hoor. Hele prachtige vraag, mensen. Want kijk nou. Inderdaad, ja. Luister, er is een verschil hè, tussen volksvertegenwoordiger en minister. De ministers worden benoemd en ontslagen door de president. De president is benoemd en die gaat zijn beleid uitvoeren. Wij moeten dat verschil kennen. Kijk, het parlement is wetgevende macht. Maar de president, Bouterse, die gekozen is door het parlement, door de parlementsleden,
die is geen wetgevende macht. Nee, hij komt met voorstellen naar het parlement toe van, ja kijk, ik wil dat beleid gaan uitvoeren en op deze manier. Ja. Daartoe heb ik ministers die het moeten gaan uitvoeren voor ons. Dat hoor je al, hè, uitvoeren. En dan krijg je te horen van, ja luister, uitvoerende macht. Hij behoort tot de uitvoerende macht. Wegwezen. Alleen die mensen die jij onder je hoede hebt, de ministers, de directeuren van departementen en noem maar op, dat zijn mensen die het beleid moeten uitvoeren. Daar heb je zeggenschap over, die mag je benoemen en ontslaan. Maar in het parlement, als je eenmaal gekozen bent, ook al is Bouterse NDP, ja, voorzitter van de NDP, die mensen die door het volk, het electoraat gekozen zijn om in het parlement zitting te nemen, daar heeft hij niks over te zeggen. Hij mag daar niks over zeggen. Die mensen mag hij niet benoemen en ontslaan. Nee, er is een kiezerslijst die wordt gepresenteerd. Op die lijst zie je namen staan van Abdul, Misikaba, Wangsa Basari, Gangaram Pandey, Ram Sahai, Asadang, Snip, noem maar op. Die zijn er. En dan zo krijg je op die lijst, mag je ook voorkeur kiezen van voorkeurstemmen. Je krijgt voorkeurstemmen. Hè? Iemand, een groep kan zeggen van, hey, luister, meneer Asadang woont in mijn dorp, ik ga op hem stemmen bij de NDP. Ik geef hem voorkeurstemmen. Maar omdat het de bevolking is die gezegd heeft, ik ga hem kiezen om daar te zitten, dan is het inderdaad waar om dat de bevolking hem kan ontslaan weer. Wanneer kan de bevolking hem ontslaan? De bevolking kan wachten tot 5 jaar na de verkiezing, dan bestraf ik jou, je komt nooit meer terug. Ja. Maar je hebt soms de bevolking die zegt van, luister, kijk, je weet toch mensen, verkiezing is van, luister, is net als, ik heb een kind, ik zeg, hé jongen, hier heb je 5 cent, ga naar de Chinees en koop een brood. Ik stuur hem om daar naartoe te gaan. Ik heb die man een soort volmacht gegeven om het voor mij te gaan doen. Zo moet je verkiezing zien. De bevolking, 550.000, kan niet in het parlement gaan zitten. Dus we kiezen volksvertegenwoordigers. Wij kiezen ze. Wij benoemen ze en wij ontslaan ze ook. Ook de president, hè? Het is het volk die indirect de president kiest. Maar het is ook het volk die indirect de president kan ontslaan. Alleen, het wordt je niet zo geleerd. Bestuurskunde mensen, staats- en bestuursrecht. Oké, wat zie je nu bij die parlementsleden? Die gaan tot die hele zitting plaatsnemen van die 5 jaar. Tenzij de bevolking zegt van, luister, hey, geef mij mijn mandaat terug die ik aan jou heb gegeven. Mandaat, mandateren. Ga voor mij daar zitten. Je hebt verschillende mensen, want ja, ik ga je niet vermoeien met allerlei juridische dingen. Mandaat, delegatie, attributie, ja. Maar laat die dingen cohorend op mandaat. Ik heb jouw mandaat gegeven om voor mij daar te gaan zitten. Maar ik vind niet dat je het goed doet. Ja, maar dan hoe dan? Ja, dan ga je wachten tot na die 5 jaar. Hey, nee, dat doe ik niet bij helemaal besjodemieter. Ik wil niet. Ik wil je nu stoppen. Dan zie je die jonge Paquito, die biervliet, hè. Zeg van, nee, ik ga weer een protestdemonstratie houden. Want kijk wat er gebeurt tijdens die dingen. Je ziet dat deze mensen zeggen, weet je wat, we hebben nog 3 maanden de tijd. We vernietigen gewoon de boel. Wie na ons komt, na mij de zonvloed, weet je. Maar ik heb me buiten al binnen en ik eet en drink, ik doe wat ik wil. Ja, er is, kijk, dat baggerproject waar we het daarnet over hadden met meneer Hoes, die gaat 5 jaar duren. Maar wacht eens even, kijk, jij bent aan het einde van je rit en je gaat de komende regering verbinden voor 5 jaar. Even mensen, een hele goede middag, u bent erin. Ja, goedemiddag met Lisbeth. Ah, mevrouw Lisbeth. Hi, ik wilde even reageren, u heeft dat wel aan die mevrouw keurig uitgelegd, dus ik hoef er niks aan toe te voegen. Maar ik wilde even reageren op dat ik Romeo hoorde zeggen. Ik hoorde Romeo zeggen dat, of u,
dat meneer Trump zo'n vliegtuig kan dirigeren naar Suriname. Uh-huh. Ik denk, jullie zoeken het veel te ver. Trump hoeft helemaal geen vliegtuig te dirigeren naar Suriname. Hij kan enkel een telefoontje plegen. Dan is het gedaan met die kerels in Suriname. Want dat hadden die Amerikanen eerder toch gedaan. Ja. Toen die Cubanen weg moesten. Ja, u hebt gelijk. Dus ja. Ik bedoel, Bouterse en zijn kliek, die zijn echt groot en sterk. Ik zeg het voor de 10.000ste keer. Enkel en alleen voor die arme Surinamers. Die ongewapende Surinamers. Die Surinamers die zichzelf arm hebben gemaakt. Daar zijn ze sterk voor en geweldig voor. Maar voor niets en niemand anders. Kijk, hij had zo'n grote mond, hè. Maar toen hij op het plusje mocht klimmen, mocht zitten, heeft hij altijd die Guyanese president gehaald. Die Guyanese president gebruikte hem als een soort van taxichauffeur. Dus Bouters heeft alleen maar een grote mond. Maar meer is hij niet. En Romeo heeft ook nog iets gezegd van dat boek dat aan hem overhandigd was. Met die verworvenheden van ze. Ik sinds de coup, hè. Ik dacht van, nou ja, volgens mij stond er niks in dat boek. Want we hebben tot nu toe helemaal niks uit die bluffende mond van al die NDP'ers gehoord. Want dan zou je ze horen toch? Want steeds weer komen ze met dat van die twee bruggen. Oebouwtebroodje. Binnen is je nou een enkele ontwikkeling. Vooral met name die Dinsmaf Koroni. Een heer ontwikkeling heeft ze Koroni Guyana. Nou ontwikkeling naar de ANC Koroni. En Komowijnen. Die mensen hebben niet eens water in Komowijnen. Je hoort ze elke dag roepen van ui, put water Komowijnen, put water op, put. Maar je zou denken van met zo'n grote blufmond, dat er veel meer gedaan was of zou zijn in Komowijnen, toch? Kijk wat er ook nu gebeurt. Die Maron-jongens, die zijn zo tekeer gegaan op een concessie van, ze zijn tekeer gegaan, ik weet nou niet precies waar. Maar het was deze Bouterse toch die de mensen had beloofd. Dat hij de mensen alles zou geven. Nou, niet alles zou geven. Maar in ieder geval, hij zou ervoor zorgen dat met name de Marons zouden kunnen verdienen aan dat goud in Suriname. Hij zei letterlijk, uno na chief doti, uno na sernam ching. Dus, je moest maar horen wat money in zijn zakken. Aan de Bomeki deal naar een multinational 95% anders 95% voor de G1. En een multinational 5%. Look hoe de EGI concessiehouders voesten naar normaal Marokko. En hij kan niet optreden, je hoort de politie. De politie komt niet, die man belt heel lang en wacht nog. Volgens mij wacht hij tot nu toe. De politie kan niet optreden. Maar van Bendetta Pakito bij horing en protest. Daar ben ze niet schoot ook bang aan masker. Dus waar hij moet optreden, nooit hij treedt op. Waar wacht die minister van Justitie nog op? Waar wacht de PG nog op? Waar wacht dat heel instituut op om op te treden tegen die mensen die daar tekeer gaan? Huh? Die arbeiders zijn gewoon blootgesteld aan anarchie daar in dat gebied. Bij afvallen bouwt dat de Sambo Jip Dinsma en zijn Nambo veilig. Pade. Weet je, echt, ik weet het niet hoor, meneer Singh. En je vraagt je af van, maar wat gebeurt er? Je ziet wel militairen bepaalde concessies bewaken. Waarom voor de ene wel en bij de andere niet? Laat de militairen alle concessies bewaken toch? Dan is iedereen veilig. Want wat hebben die arbeiders te maken met een paar Maron-jongens die misschien niet kunnen werken? Het ligt toch niet aan die arbeiders? Het ligt aan die mevrouw Lisbeth. Mevrouw Lisbeth, het ligt aan die Maron zelf. Precies, ze hebben zich laten pakken door Bouterse. Nee. En ik kan u één ding verzekeren. In de stad niet zozeer en in de andere districten niet zozeer. Maar de grootste fraude gaat gepleegd worden in de buurten waar de Maron wonen. Mm-hmm. En dat geloof ik best en daar maak ik me heel veel zorgen om. Het is niet anders wat ik roep. Ik roep niks anders. Ik vraag en ik zeg steeds weer dat mensen hierop moeten letten. Ze moeten echt letten, want voor deze jongens is er geen weg terug. Nee.
Ze moeten doorgaan. Dus de boydies of vrouw daar zeker wel. En ze beseffen het niet, hè? Ze beseffen het niet. Dat ze doen dit, Riffy. Nee, ja, precies. Want en dat if je nu sabi, kijk nou, als je nu doorhebt dat 10 jaar NDP-regering, en als je kijkt waar je 10 jaar geleden stond, en als je kijkt waar je nu staat, wat is het rendement dat het je heeft opgeleverd? Dat moet je je afvragen. Precies, absoluut niks. Absoluut niks. En ik vind het jammer, mijn hart bloedt, wanneer ik met name de Marons, het zo hoort opnemen voor de persoon Bouten ze, dan denk ik van mijn mami, mama, zij zang ook nu. Er wordt absoluut niks voor ze gedaan. Ze worden enkel misbruikt. Maar mevrouw, Lisbeth, ja, luister nou. We moeten eerlijk wezen. Ik hoop niet dat er in die achievement boek, want ik ben het boek aan het zoeken wat meneer Adin heeft afgegeven, maar het is niet gepubliceerd en uitgegeven. Want ik wil het graag lezen. Maar ik ook. Ik hoop niet dat daarin staat dat een van zijn doelen die hij bereikt heeft, Moiwana is, waar hij de Maron heeft neergemaaid en vermoord. Weet u? Precies, maar dat zijn de dingen waar we over praten. Op zich worden ze nooit geteld en niet gekend. Ja, ja. Je ziet Messicaba maar hollen en springen en dansen en doen. Maar wat heeft hij er? Wat hebben zijn mensen hier aan overgehouden? Of hebben ze zo'n instelling van, is Mikanya Nomodamina te maken naar de rest? Volgens mij is dat het. Want de grootste verliezers zijn echt de zwarte mensen. De Marons voorop. Ja, ja, ja. Met de Marons voorop. Ik kan mij niet voorstellen, echt waar, dat er nog mensen zijn die in de NDP geloven. En jongen, echt waar, weet je, soms moet je echt letten op je woorden, want je kan andere dingen gaan roepen die niet hoeven, laat me het zo zeggen. Dus laat me op mijn tellen passen. Maar dit kan echt niet. Ja. Er vlot niks, maar dan ook niets in dat land. Not nego, not nego. En nog eens, maar ik probeer voor leggen uit. Maar die doet hun best. Die doet hun best naar een zang. Hij doet hun best voor Jupina. Hij doet hun best voor Jupina. Maar ik denk dat men het in Suriname, ja, het is zielig om het te zeggen, maar uno guentra fasi, omdat, kijk, vlak na de oorlog. Maar die stakroema, meneer Singh. Jawel, het is Friesen. Die doen dat bij nooit. Nee, dat naar binnen. Alleen bij een NDP-regering heb je dit. Ja, ja, ze kunnen zeggen wat ze willen, maar enkel bij een NDP-regering heb je dit soort dingen. Je hebt het niet bij het front. Want maar mevrouw Lisbeth, kwam het front. Mevrouw Lisbeth, we moeten eerlijk zijn. Kijk, elke partij die vanaf 80 heeft geregeerd, die heeft nooit wat te zeggen gehad. Nooit wat in de melk te brokkelen gehad. Want het was hoezo? Altijd... Hoe bedoelt u? De NDP is constant van 80 tot en met heden bezig geweest. Wat kijk ja, naar dat ding. Dat wel. Altijd de mensen bedreigd. Altijd ja, de mensen precies. bedreigd. En ik heb ook gezegd dat... dat front echt wel in die 10 jaar... Limburg en Bouterse echt... de democratie hebben laten misbruiken. Ze zijn ontzettend ver gegaan. Ja. Ze hebben hun gewoon gelaten om voor alles en nog wat te roepen. Alles wat het front deed was verkeerd. Terwijl het front druk bezig was te zorgen dat het volk, dat het land weer opgebouwd werd en dat het volk te eten had. Maar na een regering Bouterse heb je nooit te eten. Zie maar wat er nu weer gebeurt. Ja, ja. Ah, zie maar wat er nu weer gebeurt met die hele grote mond van hem. De koers stijgt en blijft en blijft en blijft maar stijgen. Dan komen ze met onzin dingen van, dat gebeurt door de cambio-houders en de cambio... Je moet beleid maken. Je moet beleid maken en als je goed beleid maakt, zijn de cambio's misschien niet nodig. Maar mevrouw Lisbeth, ik kom er weer tussen. Kijk, waarom kan zo iemand... tegen zo'n bevolking zeggen, ja, maar ja, kijk, het is die Gambio-houder die het doet. Niet ik hoor, ik niet. Het is die Gambio. Ja, dat doen ze omdat ze weten dat de bevolking, dat volk, ja, laat me het op zijn zacht zeggen, niet verder kan denken. Dat volk gelooft ze meteen. Laat me het zo zeggen hoor, en niet anders brengen. Maar nee, dit kan toch niet. En ze weten dat ze met alle nonsens dingen dit volk kunnen pakken.
Vandaar dat ze alleen maar onzin kraaien. Als je naar die mensen luistert wat er uit hun keel komt. Hè? Is alleen maar gelogen. Zo leden boy die ze produceert. Alles had dit tegen. Met dat geen vak wens, de zucht even van. I'm weary, ik kan brief dat hij lee. De lee gewoon. Not zo de man die ze tak in een klop. Dan leggen ze altijd de schuld bij een ander. Dan leggen ze altijd de schuld bij je ander, terwijl vanaf is door nooit die rokken, nooit je doet. Maar de ben denk ik dat kabomoro makkelijk die ding. Make de berigeri tak president Finichan bem gue, president Finichan bem gue. Nou die denk ons dong. De man dwing, kunnen ze het beter doen? De man dwing? Mevrouw Lisbeth, luister ja. Nou. Ja. We kunnen het in één zin samenvatten, maar... We zijn beschaafd, maar na unu bigisma leru asandati. Dus ja, promis me era Isabel Temoteki. Isabel, we moeten gewoon zeggen, Iberica zo kouk kai fat koro. Oh ja, dat na ding. Den ben denk ik dat na sasane go, maar nou de si tak asan na ap wa gewek sa deno manchari. Ja. Deno manchari. Maar ik zeg altijd ook, basuko ba fini bacha, ik ben wanduwen toch. Kijk, de geschiedenis gaat uitwijzen, taki, lukuno, zolang ou dal libi, je moet dit ding nooit meer doen. Nooit meer. Dat ja, maar bluffers, vooral kale bluffers. Bluffers, ja, ja, ja. Die blijven dit soort dingen doen. Wie zei, leg je uit, o tango doro. En dat is wat we hebben in Suriname. Maar goed, ik geef iemand anders de gelegenheid. We gaan iemand anders de gelegenheid geven, inderdaad. De directeur van Stanvassen, want ja, ik moet naar de reclame. Maar u bedankt voor uw reactie, hè? Ja, fijne uitzending verder. Goed hoor, dag. Ja, ja. Mensen, ik kap ermee. Ik ga naar de reclame, want ja, ik wil niet ontslag worden op zijn ontstaande voet. En weet je, een slechte beurt maken. Dus we gaan naar de reclame, mensen. Stanvaste Radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Come on! Stanvaste Radio. Sabi, sabi. Mister Dura, con los problemas, con la censura, que por eso necesito pasar. Rotterdam, de Westkruiskade 41C, Suri Change, ook op Rotterdam Zuid, Dordtselijn 100. Stanvaste Radio, voor u, voor jou, voor ons allemaal. Come on! Stanvaste Radio.